Oh, hij ziet er zo knap uit. Superleuke foto's. Kijk, als je nu naar links kijkt. Vandaag gaan ze eindelijk de kozijnen plaatsen. Maar nu die geschoren is, kunnen we eindelijk deze gaan gebruiken. Wauw. Goedemorgen, middag. Het is zondagmiddag. Ik heb tot 12 uur in mijn bed gelegen. Maar ik heb gisteren zo'n intense dag gehad, jongens. Echt. Ik vertel jullie dat allemaal nog wel een keer. Maar ik ben een beetje gesloopt. Daarom heb ik tot 12 uur in mijn bed gelegen. Want ik was om 3 uur slapen. Natch, die staat achter mij. Noek staat naast me met Martje. Wij gaan weer gezellig een keer samen op buitenrit. Maar we gaan met de trailer weg. Want Aisha, die had mij, een vriendin van mij, die jullie wel eens in de vlogs hebben gezien, gevraagd van wanneer zullen we weer op buitenrit gaan. Kom ik naar je toe. Toen dacht ik, nou, ik vind het ook wel eens leuk om even ergens anders te rijden. Dus wij gaan juist nu naar haar toe. En toen zei ik, nou, misschien leuk als Noek en Mar dan mee kunnen gaan. Dus die twee gaan samen op de trailer. Dat is ook echt voor het laatst gebeurd toen ik in februari of zo. Ja, in februari, januari met hem naar de kliniek ging. Volgens mij toen gingen ze samen mee. Ja. Was dat toen? Nee, toen Notch die dikke benen had. Dus dat is nog 2 maanden geleden, denk ik. Ja, ja. Maar goed, alleen maar voor kliniekachtige dingen. Nu gaan we weer even wat leuks doen samen. Dus de trailer staat klaar. Die zit ook helemaal volgepropt. Want ik ben echt heel lang niet meer met 2 paarden weg geweest. Dus we hebben alles erin liggen. Ik heb dus dit nieuwe dekje van Le Mieux. Ik vind het echt een prachtig kleurtje. Ik ben normaal niet van het roze. Maar dit vond ik echt zo'n mooie kleur dat ik dacht, dit wil ik hebben. En ik heb ook de base layer aan. Alleen het is dus vandaag echt 22 graden. Dus eigenlijk ga ik een beetje dood van de warmte. Maar ik wil hem ook heel graag aandoen. Want het staat heel erg mooi. Oornetje doe ik dan niet op. Ik heb wel een nieuw borsttuig die ik jullie al heb laten zien. Die ga ik vandaag wel voor het eerst omdoen. Dus we gaan vandaag helemaal een half nieuwe outfit. Nou, we gaan paarden laden. Want we moeten opschieten. Oké, ik doe heel even snel filmen. Want we gaan opstappen. Borsttuigje om. Ik moet deze er nog even afhalen. Ziet er wel netjes uit. Oh, hij ziet er zo knap uit. Deze zijn klaar. Hoi. En we gaan met IJsje en Daphne. Helemaal leuk. Ik ga mijn GoPro opdoen. Alleen nog even het hoofdstelletje in doen en zijn we klaar.
Wij zijn net terug. We hebben de paarden afgezadeld. En we staan een heel klein beetje in de weg. Maar dit gaat goed. Ja, we gaan elke keer als mensen er langs moeten, dan blijven we even staan. En dat gaat dan wel helemaal goed, hè, jongens. Ze zijn zo braaf. Het is echt niet normaal. Zowel langs de trailer staan ze echt super chill. Oh, braaf. Blijf maar staan, blijf maar staan. Blijf maar staan. Oh, 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 oh. Precies, nu gaat hij even. Maar dan komt het. Ja, een trailer. Braaf zo. Doei, doei. Even wachten. Ja, daar gaat Larissa. Of Larissa. Ik dacht dat Larissa. Daphne. Maar ze staan zo. Kijk, de buitenrit ging mega, mega, mega goed. Ze waren echt heel braaf allebei. En Mar is mega bezweet. Het is echt best wel warm vandaag. En hij heeft zo'n dikke vacht al. Dus ik ga hem denk ik al eerder scheren. Ga een jachtpatroon bij hem doen. Hij ziet er trouwens wel goed uit qua buikje. Nash was mega braaf. Die is ook best wel een beetje bezweet. Die was ook echt wel een beetje moe aan het einde. En ja, ze staan ook echt heel erg braaf hier zo. Ze doen ook lief tegen elkaar. Ja. Dus dat is fijn. Oh, weer een auto. Het was net echt super rustig. Kwam er echt helemaal niemand de hele tijd aan. We gewoon lekker rustig kunnen afzadelen. En nu is het een spitsuur hier. Maar het gaat heel goed. Ze zijn super braaf. Nou, ik ga deze dicht doen. Want we hebben alles ingeladen. En dan gaan we paarden laden en naar huis. Goedemorgen. Ik ga beginnen met een leuke kleine unboxing. En ik heb deze cute Halloween trui aan. Duur nog eventjes. Maar dit is semi-merchandise van een Amerikaanse YouTuber. Mocht je willen weten van wie, laat het maar even achter in de reacties. 4 oktober, als ik het goed zeg, is het dierendag. Terwijl ik dit opneem, moet het dat nog worden. Terwijl jullie dit kijken, is het dat al geweest. En ja, dat nodigt natuurlijk uit voor een kortingscode van Fotocadeau. Dus ik mocht weer wat bestellen. En ik ga jullie straks weer de kortingscode vertellen. Ik heb 2 dingen deze keer besteld. Ik weet niet of het mocht, maar ik heb het gewoon gedaan. Als eerste deze prachtige lijst van deze foto van Marley. Ik heb natuurlijk laatst die fotoshoot gedaan bij Daphne van Paard & Picture. En er zijn zulke mooie foto's uitgekomen. Dit is echt mijn nieuwe favoriete foto van Marley. Je moet hem een beetje scheef houden voor de reflectie van de ruiten. Maar dit is echt, op het juiste moment kwam er gewoon zo'n klein windvlaagje. Waardoor zijn haar zo een beetje wappert. Alsof het een soort van Beyoncé-achtig foto is. Dus deze vind ik echt prachtig. En daaronder heb ik zijn geboortedatum staan. 1 mei 2008. En dan zal je waarschijnlijk al wel zien aankomen met wat er in het andere pakketje zit. Want dat is dus deze foto van Nacho met zijn knotjes in. En dus ook tijdens die foto is gemaakt. En Nacho is natuurlijk op 1 mei 2018 geboren. En dat is dus heel erg leuk. Fun fact dat Mar en Nacho precies exact 10 jaar schelen. Dus ik heb nu deze superleuke foto's van hun samen. En deze wil ik eigenlijk, ja, het kan ook wel hier binnen. Maar ik vind het leuker om dit in de zadelkamer op te hangen. En dan eigenlijk de volgende keer misschien 2 foto's van Ax en zus. Maar dan moeten we eigenlijk even foto's in dezelfde stijl hebben. En misschien ook een beetje van nu. Ook al wordt het nu wel richting de herfst. Dus we moeten wel opschieten om het ook een beetje zo'n groene foto te maken. Om dan die dus met z'n viertjes op een rijtje in de zadelkamer te hangen. Dat lijkt mij echt heel erg mooi. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Dat ga ik niet straks doen, denk ik, om ze op te hangen. Dat ga ik van de week eventjes doen. Want dan moet ik gaan uitmeten en schroeven en weet ik het wat. En daar heb ik nu eventjes geen tijd voor. Maar mocht jij dus ook voor eventueel dierendag of natuurlijk voor iets anders iets willen bestellen bij Fotocadeau, ze hebben natuurlijk heel veel verschillende opties. Je hoeft niet alleen maar te kiezen uit foto met lijsten. Maar dat kan natuurlijk wel. Ze hebben echt, nou, alles wat je maar kan bedenken. Daar kan je foto op drukken bij hun. Met kortingscode FLINHOI55 ga ik vanuit. En ik zal hem hier wel eventjes in beeld zetten. Krijg je 55% korting op je gehele order. En ik neem aan dat die tot en met eind oktober geldig is. Maar ook dat zal ik je even allemaal in beeld laten zien. En het komt volgens mij mooi uit. Want ik heb afgelopen week echt, denk ik wel, 10 keer de vraag gekregen van mensen. Van Fleen, komt er binnenkort een fotocadeau? Kortingscode, want ik wil wat bestellen. Dan zei ik, ja, even wachten op dierendag. Dan komt hij eraan. Dus dan weten jullie dat. Take it to Mars, oh, I'll stick like glue inside your mind. Just
kaartje. Oh, kijk hem nou kijken. Zo lief. Zo lief, hè? Ja. Oh. Zo. Je bent toch zo verliefd op dit smoeltje, hè? Zo verliefd op dit smoeltje. Ja. Hij wil gewoon snoep hebben, hoor. Hij denkt, ik heb het goed gedaan. Oh, kijk hem nou. Zo cute. En Juliette. Waar is jouw voorpluk gebleven? Knap ding, hè? Ook een knap ding, ja. Oh, cutie. Wij zijn net terug van buitenrit. Oh, word jij ongeduldig? Ja, ik kreeg straks een stoepje. Heel erg lekker gereden. Iets meer dan 10 kilometer gedaan. Paarden waren super braaf. Ook echt een prachtige rit gedaan. Het heeft heel de dag geregend. En precies toen wij zouden gaan, zou het als het goed is inderdaad stoppen. En we kregen nog een hartstikke mooi zonnetje. Het was echt een beetje zo'n herfstrit. Ook al zijn de meeste bomen gewoon nog groen. Maar het was echt perfect. Dus we hebben heel erg genoten. Voor degene die het misschien weten. Juliette is van Caroline. Caroline die staat even de spullen uit te doen bij de auto en de trailer. Caroline is vriendin van mij. Die komt uit België. Die heb ik leren kennen tijdens paard- en instructieweek toen. Jaren geleden met Mar was ik daar. En ja, af en toe als ik in België ben, dan ga ik een keer bij haar langs. Of zij gaat dus bijna elk jaar wel een keer met Juliette. En dan met haar, of haar ouders of met haar vriend, een paar dagen naar Nederland toe. En morgen hebben we dus weer les van Romy Huisman hier zo. Dus toen had ze gezegd, oh, dan wil ik heel graag aansluiten. Dus dan kom ik een dagje eerder, kunnen we even buiten rijden. En dan heeft zij morgen dus ook les. En dan donderdag gaat ze zelf nog een buitenrit maken. Hè? Ja, jij wil heel graag wat eten. Voordat je straks mij bijt, hè? Kijk, een dropje benen. Hij heeft het echt heel goed gedaan, ben echt heel blij mee. Goedemorgen allemaal. De wekker ging om 6 uur vanochtend, want rond 7 uur zou de aannemer er zijn. Het is nu 7:30 en hij is er nog steeds niet. En ik moet straks weg. Dus gelukkig is Thijs, mijn schoonvader, thuis om ze eventueel op te vangen. Maar vandaag gaan ze eindelijk de kozijnen plaatsen. We zijn natuurlijk al sinds we dit huis hebben gekocht in verbouwing. En dat gaat ook zeker de aankomende paar jaar nog wel door. Maar die kozijnen hebben we ergens begin dit jaar besteld. En dat heeft lang geduurd voordat het kwam. Dat vaak, kozijnen hebben vaak een lange leeftijd. Vonden we ook niet zo erg, omdat we wisten wat voor rekening er daarna of wat voor factuur er daarna aan zou komen. Dus dachten we, nou, laat nog maar even op zich wachten. Kunnen we nog even sparen. Vorige maand zijn ze eindelijk geleverd. Maar toen had de aannemer geen tijd om ze te plaatsen. Hij kwam een mankracht tekort. En vandaag is dus de dag. Alleen ze gaan wel meerdere dagen erover doen als ik het goed heb. Maar ik weet niet hoe het precies allemaal werkt. Maar ik ga jullie even een voorbeeld geven. En dan hopelijk over een paar dagen het naresultaat. Je ziet dat het buiten al een beetje licht begint te worden. Nou, om deze twee kozijnen beneden gaat het in ieder geval. We hebben in de gehele woonkamer, sorry voor de zooi, maar ik moet nog een aantal unboxings doen, hebben wij geen ramen die open kunnen. En deze twee zijn nog enkel glas. Dus hij gaat er volledig uit. Volledig nieuwe kozijnen komen erin, dubbel glas. En ook volgens mij een beetje dezelfde stijl wordt het wel, want we vinden dat wel erg leuk. En ik dacht dat dat raam dan een kant-o-kiep wordt en dat dat raam een kant-o-kiep wordt. Dus ik ben erg hyped dat ik straks ramen open kan zetten. En waar ik nog meer hyped over ben, is dat we eindelijk zonwering kunnen gaan plaatsen. Want dat is echt, kijk, qua donker of zo, dat boeit niet zoveel. Maar als je hier staat te koken, de zon die gaat daarachter onder. Dus ja, rond een uur of, nu richting de winter, rond een uur of 4 of zo. Dan van 4 tot 7, laten we het even zo zeggen, schijnt die zon precies daar. Dus dan zit je echt vol terwijl je hier staat te koken tegen de zon in te kijken. Dat is echt best wel irritant. Dus daar kan ik vooral niet op wachten. Nou, als het goed is gaan ze vandaag dus nog niet aan deze kozijnen werken. Maar nogmaals, ik heb geen idee hoe lang ze per kozijn bezig zijn. Dus ik heb die wel leeggehaald. Maar dit kastje met allemaal rommeltjes, die moet nog even weg. En ja, hier staan niet zo heel veel rommeltjes op. Dus dat is wel snel gedaan, mocht het nodig zijn. Als we naar boven gaan, naar de bovenverdieping, dan heb je hier onze slaapkamer. Bed heb ik even aan de kant gezet. Zit even zo'n folietje overheen. Want hier wordt dus ook het kozijn helemaal vervangen. Dit zijn dus twee van dit soort deurtjes die zo naar buiten gaan. Dit is tijdelijke zonwering. Maar ondertussen hing dit er al 2 jaar of zo. Geen idee. Ook dit volledige kozijn gaat eruit. Wordt gewoon 1 groot raam. En wordt dan ook kant-o-kiep. Dus daar kan ik ook echt niet op wachten. Dan hebben we nog de toekomstige badkamer. Ook dat raam wordt helemaal vervangen. Precies hetzelfde eigenlijk als de slaapkamer, kant-o-kiep. En in deze kamer precies hetzelfde.
Nogmaals, ik heb geen flauw idee hoe lang ze bezig zijn. Ik weet dus niet of ik vandaag al wat kan laten zien. Of dat dat de komende dagen is. Of pas volgende week. Maar ik ben hier wel echt heel erg blij dat het eindelijk gaat gebeuren. Maar goed, ik ga ze niet kunnen ontvangen. Want ze zijn er nu niet. En ik moet naar de osteopaat. Voor mezelf. Want daar ben ik een paar maanden geleden geweest. Natuurlijk voor gebruikelijke nek- en rugklachten. En ik ben daar teruggekomen met een pijnlijke lies. Ik kan al sinds mei niet langer dan zoveel minuten wandelen. Want dan krijg ik last van mijn lies. Eigenlijk elke stap die ik überhaupt zet, daar voel ik hem bij. Maar als ik echt lange tijd achter elkaar wandel, dan wordt het dus heel erg. Toen wij in Schotland waren en ook gingen hiken, heb ik daar dus echt heel erg veel last van gehad. Dus dat is een beetje raar. Dus ik heb tegen hem gezegd, joh, ik loop hier nu al maanden mee rond met een pijnlijke lies waar jij voor gezorgd hebt. Want daarvoor heb ik het nooit gehad. Dus los het maar op. Dus hij zei, oké, kom woensdag maar om 8 uur langs. Dus daar moet ik nu heen gaan. Ik ben net terug van de osteopaat. Hij heeft me wel fijn kunnen helpen. Dus ik heb op dit moment geen last meer van mijn lies. Hopelijk blijft het zo aanhouden. Ik ga best wel een drukke planning. En dat het eerste wat ik ga doen is de lijst ophangen. Want ik moet die foto maken en die moet eigenlijk vandaag nog online. Dus daar ga ik even een plekje voor verzinnen. En kijk nou wat cute. Liggen ze met z'n tweetjes hier. Zo lief zijn jullie. Zo lief, hè? Ja. Nou, dropjes. En ik had even mijn scheerspullen klaargelegd. Want ik ga Mar, als ik het red, straks nog scheren. Maar ik zat eigenlijk aan deze wand te denken voor de lijsten. Maar dan ga ik misschien die weghalen. Nou, anders ziet het er misschien een beetje raar uit. Maar ik moet even uitmeten of ik er... Want het stopcontact zit precies hier. Wat eigenlijk een beetje een onhandige plek is. Dus ik ga... ik moet even kijken waar ik het allemaal ga ophangen. Oké, ze hangen. Ik ben er op zich wel tevreden over. Had ze misschien iets beter kunnen uitmeten. Maar ik accepteer het. Ik heb een foto meegemaakt, op Instagram gezet. Dus ja, onthoud dat de code tot eind oktober geldt. Vlinhooi 55 voor 55% korting op alle foto's. Of alle producten moet ik zeggen. Met een eigen foto. En nu ga ik heel erg haasten. Want ik heb nog 1,5 uur de tijd voordat de eerste les begint. En de eerste les is van Noek samen met Marley. En daarvoor wil ik Marley geschoren hebben. En ik wil de wakker gesleept hebben. Dus ik ga eerst Marley scheren. Want Noek die is hier over 1,5 uurtje al. En dan kan zij daarna gewoon lekker rustig opzadelen. Of tussen poetsen, opzadelen verder, et cetera. En dan kan ik in die tijd even de bak gaan slepen. Nou, dit pluisbolletje gaan we dus even scheren. Ik ga beginnen met een heel simpel jachtpatroon. Als ik merk dat hij van de week nog steeds daar te weinig aan heb, dan ga ik hem meer doen. Dus ik begin met dat ik vanuit zijn hals naar beneden ga. Ik pak hier een deel mee en ik ga hierheen. En dan buik weg, benen laat ik. En dan borst natuurlijk weg. Als dat te weinig is, dan doe ik vanaf de hals wel, misschien net iets hoger, hoofd wel scheren. Want hij zweet altijd juist heel erg bij zijn oren. Dan naar hier ergens, dan een stukje flank mee en dan naar hier. En dan benen eraf voor de eerste keer, want ik ga hem geen tweede keer scheren. Dus over 2 maanden is de vacht toch weer aangegroeid voordat het echt heel erg koud gaat worden. Dus we gaan zien of het werkt en daarom vond ik het wel fijn om het even te scheren voordat Noek haar les heeft. Want dan kunnen we gelijk testen of het werkt. Hiervoor ga ik gebruiken de Esculap scheermachine. Deze heb ik al 3 jaar volgens mij. Die is draadloos, werkt op accu's. Ik heb ze vorig jaar weggelegd en ze waren nog steeds opgeladen. Dus dat is op zich positief. Ik vraag me af of dat bijna kan. Maakt niet zoveel lawaai. Valt best wel mee. Mar is natuurlijk wel gewend. En ik ga gewoon opschieten, want ik heb tijdstress. Het grote werk is gedaan, voor nu in ieder geval. Het ziet er prima uit. Het kleine werk doe ik met de tondeuse van Sexolin altijd. Ik heb alleen een tijdje terug dat ding kapot laten vallen. Dus ik moet hem even goed vasthouden. Ook deze helemaal opgeladen. Dan hoef ik vooral even bij zijn voorbenen daar zo. Moet ik even het goed weghalen. En dat is wel zo fijn om met zo'n kleine te doen. Je zou in theorie dit helemaal ook met die kleine kunnen doen. Maar ik heb ook een groot apparaat liggen. Dus dan is dat net zo makkelijk.
Nou, ik vind het voor nu wel even goed. Niet het allermooiste werk wat ik ooit in mijn leven geleverd heb. Maar het moet functioneel zijn vooral. Maar hoeft toch geen wedstrijden meer te lopen. Hè? Hoeft allemaal toch niet meer, hè? Nee. Nou, even kijken of dit goed genoeg voor hem werkt. Of dat we toch meer moeten bijscheren. Wellicht vraag je je af wat zo'n jachtpatroon nou precies doet. Of waarom je hem zo zou scheren. Nou, ik weet niet waar het oorspronkelijk vandaan komt. Of het ook echt uit de jacht komt. Of heel veel IJslanders hebben het ook. Of mensen scheren hun IJslanders zo in de winter. Als je namelijk die bovenkant gewoon laat zitten. Dan houdt dat natuurlijk gewoon je paard warm. En dan hoef je dus heel vaak gewoon geen deken als je alleen die onderkant scheert. Ik weet niet in hoeverre dat echt is met bij welke temperatuur. Als het natuurlijk min 10 is of zo. Dan zou je misschien wel iets moeten doen, dat weet ik niet. Maar in principe, als je dus de bovenkant van de vacht laat zitten en de benen. En je haalt alleen dus de borst en misschien een stukje van de buik weg. Hebben ze geen deken nodig. Nou, nu is het nu zeker nog warm zat. En wat ik zeg, ik ga hem geen tweede keer scheren. Dus nou, vandaar dat we hiervoor gekozen hebben. Hoi. Hallo. Even de pony bewonderen. Ze komt echt net aan. Ik heb hem letterlijk net één minuut geleden heb ik hem teruggezet. Poepje. Wauw. Hij is helemaal niet... Nee. Super oranje en dan grijs. Nee, maar dat is dus als je me de tweede keer scheert. Oh. Dus in december, weet je wel. Januari. Yeah. Dan wordt hij heel erg palomino. Oh. Maar de eerste keer dan verandert hij nauwelijks qua vachtkleur. Oké. Dus dat scheelt. Nou, het gaat erg netjes. Ja. Heb je zijn beetjes gedaan? Nee, want ja, dan moet ik... Ik ga niet alleen zijn voorbenen doen en dan zijn achterbenen niet. Nee, dat snap ik. Dus ik ga dit eerst proberen. Mocht dit te weinig zijn, dan doe ik zijn benen denk ik wel. En een stukje van zijn flank. Mm-hmm. En zijn hoofd, want hij zweet natuurlijk zo erg bij zijn oren altijd. Yeah. Maar goed, misschien omdat hij nu daar zo warmte kwijt kan, dat het dan daar niet meer komt. Ja. Het is niet het allermooiste werk wat ik ooit geleverd heb, maar... Nou, ik vind het netjes, hè? Ja, vooral bij die kaak daar, zo in dat hoekje of bij die benen aan de bovenkant. Het is moeilijk, omdat hij zoveel rimpels ook overal heeft. Ja. Dat is erg moeilijk. Glad trekken. Ja. En ik vind het wel eigenlijk zielig nu met die vliegen. Want die voelt hij nu misschien nog beter als hij op dat geschoren stuk kijkt. Zielig. Ja, dat Nou, ik ga even de bak slepen. Oh, lekker. Want dat moet ik ook nog doen. Oké. Ook de bak is gesleept. Wat heerlijk weer altijd, hè? Het heeft gisteren best wel veel geregend. Eerst wilde ik Marley gisteren scheren, maar ja, toen regende het de hele dag en dat deed ik hem maar niet aan. Dus vandaar dat het deze ochtend moest, maar daardoor is de bak altijd wel echt heerlijk om te scheren, kan ik zeggen. Om te slepen. Ook niet mijn beste werk hoor, want normaal als hij weer wat langer niet gesleept is, sleep ik hem liever twee keer. Maar ja, daar heb ik nu gewoon geen tijd voor, dus dit is echt helemaal prima. We hebben hier vandaag dus weer clinicdag. Dat begint om een kwartiertje. Clinicdag van Romy. Dan is Noek als eerste met Mar. Dan komt Caroline met Juliette. En dan ben ik met Narch. Dan heeft ze even pauze. Dan gaat volgens mij Anouk met Ax. Dat is de nieuwe verzorgster van Axje. En dan gaat Sophie... Met Kriskos heet hij. Zij woont, haar paard staat aan de andere kant van Luna, of haar pony. En zij woont in Apeldoorn. En we zijn laatst met Kar en Ax ook hebben met z'n drietjes een buitenrit gemaakt. Dus het wordt een gezellige drukke dag hier zo. Noek is hiernaast bezig om Mar te poetsen. Maar nu die geschoren is, kunnen we eigenlijk deze gaan gebruiken. Ik heb deze single besteld bij Horse. Ik heb op Instagram vaak samenwerking met hun. En dan mag ik altijd spulletjes bestellen. Dus dat is echt heel erg fijn. Want gewoon alles wat ik nodig heb, kan ik dan daar bestellen. En Mark krijgt tegenwoordig dus hondjes bij zijn single. Ik heb het idee dat het van zijn mens single komt. Word ik nou weer geweld? Nee. Dat het van zijn mens single komt. Dus ik wil graag ook een anatomisch gevormde mens single kopen. Maar in het bruin heeft hij een leeftijd van 2 maanden. Want een mens single is dus weer anders dan een normale single. Omdat ze dus maar 1 gesp hebben in plaats van 2. Sommige mensen gebruiken ook wel eens een western single. Dus dat zou ik ook nog wat kunnen proberen. Maar sowieso is zijn dressuur single aan vervanging toe. Want het elastiek begint uit te rekken. Waardoor de gespen boven het beschermstukje uitkomen. Wellicht krijgt hij daar ook wondjes van. Nou, nu met die dikke vacht had hij er weer veel minder last van. Maar nu is hij weer geschoren. Dus heb ik deze single besteld. Dat was volgens mij van Kentucky is die.
mokerduur ding. Dus ik weet niet of ik hem heel snel zou bestellen als ik niet die samenwerking had. Maar licht ben ik mega tevreden straks. En kan ik hem aan iedereen aanraden. Is het je geld volledig waard. Het is een bruine single. Met dus bont onderleg. Maar dit kan je er dus afhalen. Het zit met klittenband vast. Dus je hebt zowel met donkerbruin bond. Tenminste de versie die ik heb gekocht. Heb je natuurlijk ook gewoon eentje met zwart bond. Als je krijgt er een extra bondje bij. En dat heeft dus zo'n ja, normaal bont kleurtje. Dat schapenvelletje meer wat we normaal altijd kennen. En dat kan je ook weer met klittenband vastmaken. Dus ik denk dat het mooier is om gewoon met bruin te gaan rijden. Deze gaan we straks bij Martje omdoen. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe die er ook mee gaat lopen natuurlijk. Of nou ja, ik ga het niet merken. Jij moet het gaan merken. Maar jij kan het misschien wel zien. Ja, dat is waar. Nou, Romy is aangekomen. Daar gaat Noeke met Martje en Romy. Ik heb ook Mars en Manen meteen geknipt. Ik zit zelf nog helemaal onder het stof en de kleine haartjes. Dus ik ga even naar binnen toe. Even lunchen. Dus voor mij normaal helemaal geen lunchtijd. Maar het is al wel 12 uur. Normaal is dat lunchtijd. Voor mij normaal niet. Maar aangezien ik om 6:30 heb ontbeten, is het wel fijn om even wat te gaan eten. Nacho en ik hadden dus ook weer les van Romy. Normaal gesproken hebben we dat 1 keer in de 2 weken. En we hadden het natuurlijk nu ook vorige week gehad. Maar het kwam zo uit, want Romy heeft straks het Europees kampioenschap. En onze volgende les is ergens pas halverwege november. Dus fijn als we nu nog eventjes een beetje konden lessen. De wind die stond best wel hard. Dus dat vind ik meestal niet zo heel erg fijn om dan te trainen. Maar eigenlijk dankzij de tips van Romy hebben we heel erg fijn kunnen rondlopen. Kijk, ook wel wat mooiere stukjes galop. Hij was vandaag iets wat hangerig in mijn hand. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Want normaal heeft hij natuurlijk zo'n los-vast verbinding. Dus hang maar eventjes in mijn hand. Dat lossen we dan wel weer op. Ik vond het eigenlijk fijn dat hij dat wel eens een keertje deed. Nou, nog wat stukjes galop. En we hebben zelfs ook wat schouderbinnenwaarts deze les gedaan. Omdat het dat hem gaat helpen in het rechtrichten en zo. En dat is gewoon heel erg leuk als je basis goed is. En daarmee bedoel ik dat hij op je heupen reageert. Je de schouders kan sturen. En dat hij ook op je been reageert. Dat ook dus dat je opzij wil gaan. Dan is dat eigenlijk heel erg makkelijk. Dus Romy zei op een gegeven moment, nou, rij maar een schouder binnenwaarts. En toen dacht ik echt, je weet dat we voor een B-proef gaan oefenen. Maar dat deed hij eigenlijk toen best wel makkelijk. En niet alleen schouder binnenwaarts hebben we gedaan. We hebben ook een stap-galop oefening gedaan. Dit was de eerste keer dat we het gingen proberen. Ik vond de timing nog een beetje moeilijk. Dus hij had nog een paar drafpassen nodig. Maar ook Edwin had dat laatst gezegd dat dat hem best wel eens sterker kan gaan maken. Dus dat ik dat wel eens kan gaan proberen. En Romy stelde dat dus ook uit zichzelf voor. Nou, daar sprong hij wat sneller aan, maar wel in de verkeerde galop. En de derde keer deed hij het gewoon. En het verdient met de schoonheidsprijs. Maar natuurlijk super knap dat hij dit kan. Ja, zeker. En dat blijkt maar weer met hoe snel hij leert. Ja. Oké, we zijn een heel aantal uur verder. De laatste combinatie heeft nu met Romy les. Anouk die heeft net les gehad met Ax en die is nog even aan het uitmesten. Noekie en ik hebben nog even gechilled samen. Maar het is nog... Hey Martje, cutie. Het is ondertussen alweer 4:30. Gelukkig heb ik niks op de... in mijn agenda meer staan voor les. Nee, maar ik moet editen. Editen. Oh, en dit moet morgen af zijn. Dus ik ga lekker naar binnen toe. Het is ook best wel fris. Ik ben echt weer heel erg tevreden over de les. Ik kan niet anders zeggen.